staan hier onder de metrobaan tussen Heemraadlaan en Spijkenisse Metrocentrum. En de afgelopen weken is hier keihard gewerkt door diverse graffiti-kunstenaars om de metrozuilen op te fleuren. Het is een heel groot project geweest en wij gaan eventjes kijken hoe het allemaal geworden is. We staan hier naast Bernice van het cultuurplatform Zo Blitz. Bernice, jij bent een van de betrokkenen bij dit project. Vertel, hoe is dit allemaal tot stand gekomen, dit hele project? Ja, het is begonnen, ik ben bij Zo Blitz gevraagd. Dat is een cultuurplatform in Nissewaard. Om cultuur en kunst in de kernen te brengen. En ik reed langs Rijnhaven eigenlijk toen vlak nadat ik daar gevraagd was voor het platform. Toen dacht ik, oh, toen zag ik daar die metropaal. Ik denk, dat zou zo mooi hier zijn. Maar ja, een project met zo'n klein projectje, een groot project, hoe doe je dat? Nou, dat is altijd in mijn hoofd blijven hangen, ook bij ons, bij Zo Blitz. En toen kregen we toch een kans, omdat ik dat naar voren had gebracht bij Igor Bal tijdens een vergadering. Een grote bijeenkomst. En toen zei hij, nou, dat vind ik wel leuk, daar heb ik wel oren naar. Nou, en toen hebben we daar contact mee gekregen. De gemeente was heel, ja, die wilde wel sponsoren. En nou ja, we kregen hulp van Jimmy Plooi van het Centrum van de Kunsten. En van een combinatiefunctionaris van de gemeente. En toen dachten we, ja, wat gaan we voor thema doen? Een regenbooggemeente, regenboogpalen. Het ging zo dat wij hebben gezegd, nou, we gaan die palen gaan wij in het spectrum van de regenboog doen. En dan hebben we tegen de kunstenaars gezegd, je doet een gamma van één kleur. Jij krijgt geel, jij krijgt groen, jij krijgt blauw. Nou ja, dan zijn er mensen die hebben ontwerpen ingestuurd met een zeepaard en een kwal. Ja, die ga je geen geel geven, die geef je blauw. En zo hebben we een beetje gekeken en een beetje de vormen zo, van wat staat mooi. En ook gekeken wat een beetje rustig was bij de rotonde. Want anders dan krijg je ook vervelendigheid met ongelukken of wat dan ook. Dus ja, zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan. En dan moest ik in gaan delen en dat hebben we ook samen gekeken hoe dat het mooiste was. Ja, het is even puzzelen. Lampje aan gaat. We staan hier naast een van de kunstenaars. Filip, jij bent met deze metrozuil bezig geweest. Ja, de eerste vraag die me opkomt is, hoe ben je bij dit project terechtgekomen? Via een inschrijfactie dat je kon opgeven. Dan moest je ontwerp maken en dan kon je uiteindelijk worden uitgekozen. En ik ben een van de mensen die uitgekozen is. Ja. En ben je al heel je leven bezig met graffiti of hoe ben je in dat wereldje terechtgekomen? Ja, vanaf dat ik ongeveer een jaar of 12 was, is mijn interesse erin gekomen en dat heb ik steeds verder ontwikkeld in de loop der jaren. En dit project, kijk, we staan er nu bij, er zitten heel veel kleuren in het ontwerp. Heb je die zelf gemaakt of heb je dan met meerdere kunstenaars contact van, joh, wat gaan we doen? Nee, dit heb ik zelf gewoon gemaakt. Het was je had kaders waarbij je moest werken. Het thema was natuur. En daarvan heb ik mijn versie gemaakt wat onder water is. De natuur die zich daarin afspeelt, bijvoorbeeld vissen en het koraal, alles wat daarin leeft. En nou ja, daar krijg je natuurlijk het onderwerp natuur. Hoe lang ben je bezig met dan in je hoofd bedenken van wat past er bij natuur? Hoe gaat het ontwerpen uitzien? Hoeveel tijd gaat er overheen? Ja, uiteindelijk wel een paar weken voordat je het echt helemaal hebt gerealiseerd. Daarvoor het bedenken, dat laat je gewoon meer op een lager pitje. Maar als je nu maar gaat schetsen, laten we zeggen een week zo, dan heb je het wel bij elkaar. En hebben weersomstandigheden nog invloed gehad op het kunstwerk? Ja, tot nu toe hebben we heel erg goed weer gehad, dus het valt zeker mee. Maar we hebben inderdaad wel, als het wel een dag had dat het wat minder was met regen, dat was wel wat minder. Maar voor de rest mogen we totaal niet klagen. En als je dan bezig bent zo hier met de graffiti, krijg je dan ook nog leuke reacties van mensen die langs fietsen of iets? Ja, continu aan de lopende band. Het doet echt heel erg veel met de buurt en dat is fijn om te zien, want daar doe je het uiteindelijk ook wel voor dat mensen er veel plezier van kunnen hebben.